Wow, je ziet er echt mooi uit. Ja, echt wel heel gaaf. Een hele unit. Ja, ik vind hem onwijs mooi. En ik denk dat het onze droomcamper is. Voor ons is dat pure luxe. Die is gaaf. Nou, wij zijn Annie en René. Oh. En wij gaan beginnen in de halfintegraal. Oh, wat gaaf. Wat mooi. Aanstaande maandag gaan wij naar Friesland, naar Appelscha. En dan gaan we meedoen aan de camper-estafette met nog 3 andere stellen. En ja, wij hebben er onwijs veel zin in. Ja, absoluut. He? Ja, we zitten al een tijd te kijken naar wat voor camper gaan we kopen. Ja, en dit lijkt ons wel voor ons de ideale camper. Wij zijn Hanneke en Sjors en wij mogen de integraal meenemen. Dat is wel echt heel gaaf. En groot. Ja. Nou, ons doel is om te kijken welke camper dat het beste bij ons past. We zijn heel erg benieuwd. De voorkeur ging in eerste instantie uit naar de buscamper, alleen ja, we laten ons graag verrassen. Nou, wij zijn een gezin met 5, 3 kinderen. Nou, voor het vervoer zou voor ons gezin eigenlijk het makkelijkste zijn dat er met 5 personen in de camper gereden kan worden. Maar het slapen is niet echt nodig dat er 5 man in de camper kunnen, maar wel 1. Ja, een extra bed is wel... Nou, ik ben Jeanette. En ik ben Bram. En we komen uit Best. Ja, en we starten in de buscamper. Jeetje. Ah. Kunnen we hier staan? Prachtig. Ja hoor. Mooi man. Het is een echte camper, hè? De buscamper is voor ons een van de voorkeurscampers, denk ik. Ja. Maar dat is voor de estafette. En ik ben benieuwd wat we na de estafette gaan zeggen. Ja, we hebben al geoefend met de eigenauto om aanwijzingen te krijgen dat ze wel in zicht staat en dat ze niet achter de camper staat. Dat als er iets gebeurt, dat er met haar niks gebeurt. Ja, dus ja. We hebben dat voorzichtig eventjes uitgeprobeerd. Ja. Zieke? Je kunt niet snel genoeg weg zijn nu, hè? Ja. Oh, fantastisch. Ik ben Michel. En ik ben Francine. Ja. En wij starten maandag met de alkoofcamper. Hé, hey, dat is wel ferm, hè? Amai, dat is dan tof. Ja. En wat een mega groen bed. Oh, ik wil hier boven slapen, zo. We gaan hier boven slapen, hè? Fantastisch. Het is ongelooflijk dat je... Hè? Dat is een paleis voor ons, dus... ik ben echt benieuwd naar alle... we laten het gewoon op ons afkomen. Dus alle dagen zal een verrassing zijn voor ons. Dus, en het fijne, dat we ze allemaal een keer kunnen testen. Dus dat gaat heel leuk zijn. Wij willen eigenlijk heel basic gaan. Wij zijn ook redelijk actief en avontuurlijk aangelegd. Maar ja, we hebben het nog niet gedaan. We hebben er een bepaald idee van, maar strookt dat met de werkelijkheid? We hebben er echt geen idee van. En dit is nu een uitgelezen kans om dat te testen. Hè. En echt te zien na de 9-daagse of dat de buscamper nog altijd onze favoriet zal zijn. Ja.